sta in de rij op Schiphol. We mogen bijna boarden. En iedereen kijkt gretig naar het vliegtuig dat ons vanuit deze koude, grijze Nederlandse winterochtend naar het heerlijke, vriendelijke Italiaanse middagzonnetje gaat brengen. Dan stopt een ambulance bij ons vliegtuig. Dat is nooit goed, denk ik bij mezelf. Rechts naast me denkt een man daar iets ongenuanceerder over. Verdomme, zegt hij, het is altijd hetzelfde. In dezelfde seconde zegt een vrouw links van mij, ach, ik sta liever hier in de rij dan dat ik in dat vliegtuig op een ambulance ligt te wachten. De vrouw oogt ontspannen, de man lijkt te ontploffen. En even voelt het alsof ik in een tekenfilm ben beland, met een duiveltje en een engeltje op mijn schouders. Dat is toch fascinerend? Twee mensen kijken naar exact dezelfde gebeurtenis en zien iets totaal verschillends. Het is een beetje Cruyffiaans. Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet en wat je daarmee kunt of niet. Want hoe simpel het ook lijkt, je kunt wel kijken, maar je gaat het pas zien als je het doorhebt.